Bah, goede vrienden, we hebben het probleem, hè? Ah ja, wij hebben zo'n droge keel en ik zie daar glazen staan. Kun je aan niks anders denken, jij? Jij denkt ook altijd aan hetzelfde. Ja, aan seks. Tienke, jij weet niet eens wat seks is. Jawel. Bon, de voetbalclub van de Harmonie, FC de Rietjes, dient een klacht in jegens ons. Wegens. Geen verwarming in de kleedkamers en onder de douche koud water. Op een blote flikker. Dat ze dan rap je naam veranderen in FC de Mietjes. Ja. Ik heb wel een brief gekregen van de voetbalbond, hè, dat deze heuvel moet veropen worden. Dat verdreigt een schokzin. Oh wel, laten repareren, hè, voorzitter. Dat weet met een dikke teen ook, maar wie gaat dat betalen, hè? Mijn PR-budget voor dit jaar is opgesoupeerd. Daar zitten wij wel mee, een dik probleem, hè? Ja. Ik snap niet wat er nu nog te lachen valt. Ik lach omdat een goede voorzitter zoals ik zorgt dat er altijd iets te drinken is op een vergadering. Voor elk probleem een oplossing achter zijn ellebogen heeft. Dan, ik ben curieus. Ja. Hier. Om de samenhorigheid onder de mensen te bevorderen, richt de gemeente een wielerkoers in voor amateurs. De eerste prijs, 1.000 euro. Amai. Daar moet ik een week voor werken, mijn gedacht. Waarom zou dat iemand van de ploeg meerijden, hè? Ja, ik. Ja. Mijn gedacht. Op een driewieler gezeten. Ja. Nee, ik had niet gedacht aan ons op een papaweertje. Ja, ik heb al een koersfiets, hè. Voilà. En ik heb toch ook een getraind lichaam. Ja. Voorzitter, ik doe het voor de ploeg, hè. Hij gaat met die koers. En wij zijn gered. Ja. De burgemeester vraagt wel nog vrijwilligers. Voor de organisatie. Ah, ja, ik wil seingever zijn. Maar dan moet ik wel bevoorraad worden. Ja. Nou, en ik? Jij zorgt voor de rechtstreekse commentaar voor Radio Hallo. Ah, ja. Op de motto. Wauw. Ja, dan mogen nu die glazen stilletjes... Ja, ik zal ze wel gaan halen. Nee. Nou, dan kijk ik dat wel door. Ja, uw handen staan zo, ik kan eruit. Pak jij die fles dan maar. Ja, oké. Okay. Meneer Bonne, wie zijn aan de stalen zo? Dat er naar de splitsing komt. En ik houd mij bezig met de inschrijvingen. Lieke, inschrijvingen. En we hebben ook iemand nodig die contact houdt met de gemeente. Wel, dat moet iemand zijn met présence en met mensenkennis. Ja, voilà. En hij moet goed kunnen organiseren. Voilà. En hij moet vooral op goede voet staan met een burgemeester. Voilà. Maurice. Voilà. Maurice, bedankt. Ja, zeg, ik wil ook meedoen, hè. Oh. Maar ja, jij kunt naar de koers de straat vegen. Oh. Ik wil meerijden. Op het trottinet. Ja. Allee, Sjoeke, dat kunt jij toch niet? Wat blief? Allee, Kerwin, dat is toch een koers voor mannen? Ja, waarom doe jij dat mee? Als een man met een pol wel een man is, tja. Ja, een dikke nek, ja. En daarbij, waarom zou een vrouw dat niet kunnen? Hè? Ja, ik heb wel vrouwen die de marathon lopen. Kerwin, als wij een kilometer ver zijn, dan liet jij al 300 meter achterop. Oh ja, maar wel, dat zullen we dan wel eens zien, hè? Schoolmeesterke? Ik rijd mee. Oh, jij maakt geen schijn van kans. Mijn pol is wel een echte sportman, hè? En de beste die er is, niet waar, mijn pol? Niet waar, mijn pol. Waarom doe jij dat ook niet? Ah, als jij dat wilt, dan mijn pol. Zo. Voilà, zé. Het beste is nog niet goed genoeg voor mijn kampioen, hè? Hier, zé. Ah, gele limonaad. Ja, warkje. Gele limonaad, ja. Zo, voilà. Ik ben klaar. Kunt je mij dat nu betalen, meneer Fernand? Betalen? Ik ga je betalen, hè, Marge. Maar niet met geld. Huh? Met wat dan wel? Met ondervinding. Hé, ik maak voor u een duivenmelker uit de duizend, hè. Pas op, kun je de schatten mee verdienen. Ha, huh? Tof. Dank u. Wacht, ik zal u eens iets leren. Ja. Kijk, goed. Gaan we eens hier. Hier, voilà. Hier. Wat zeg jij tegen het vrouwke, hè? Roekedoekoe. Want je gaat nu ver op reis, hè. En je gaat ze niet zo gauw meer terugzien. En heb je het uitgelegd? Nee, maar je legt het toch niet goed uit. Ah, nee. Veronderstel dat je nu een paar dagen weggaat bij Bieke, hè? Ja. Dan wilt jij toch graag zo vlug mogelijk terug thuis zijn. Ja, dat is waar. En als jij dan s'avonds of s'nachts thuis komt, wat doet je dan? Allee, hè? Ah, ja, natuurlijk. Zo stil mogelijk de trap op, want anders dan valt Bieke mij lastig. Ja, ik moet nog veel leren. Allee. Maar omdat ik een brave mens ben, mocht je mij zondag komen helpen als mijn duiven valt. Hè? Om ze mee op te rapen. Maar... Hoi, zondag. Dan kan ik niet. Dan moet ik naar de koets.
koers? Welke koers? Ah, de kermiskoers. De Pol die rijdt mee. Want we moeten geld verdienen. Want de douches die moeten gerepareerd worden. En anders, hè, dan worden we geschorst. Je wilt toch niet zeggen dat die koers hier voorbij komt als mijn duiven moeten vallen? Oei, ja. Man. Miserie, hè? Dus met andere woorden, zo'n koers dat verhoogt het samenhorigheidsgevoel van de mensen. En dat is tegenwoordig mode. Dus de politiek die moet volgen, hè, Mariske? Goed, dan kom ik morgen de rugnummers ophalen. Dat is goed gedacht. Ik ben blij dat iedereen zo ongelooflijk enthousiast is over mijn idee. Meneer de burgemeester, met u heb ik een uitje te pellen. Ah, meneer de Koster. Mans. Smans, wel gekomen, maar ik heb jullie horen kloppen. Ah, nee? Ah, wel, dan zal ik kloppen. Voilà. Ik eis dat de nozelkurske van zondag wordt afgeschaft. Meneer de Koster. Mans. Zo'n nozelkurske, dat brengt wel mensen bij elkaar. En dat jaagt mijn duiven weg. Ik doe beroep op de milieuwet. De milieuwet? Welke milieuwet? De milieuwet. De wet die verbiedt dat er wordt gekoerst als mijn duiven moeten vallen. Meneer de burgemeester. Ja, uit de weg. Met u heb ik een ei te pellen, hè? Ook een ei. Dat is hier precies een kiekenkop. Dat zit je wat aan, Carmen. Wil ook geen koers, hè? Geen koers? Wel een koers. Voor iedereen. Ja, waarom mogen de vrouwen niet meedoen, hè? Burgemeester van mijn voeten. Ja. Ik beroep mij op de wet van het gelijke kansenbeleid. Ja, hier brengt Carmen een belangrijk punt naar voren, burgemeester. Eén belangrijk punt? Twee belangrijke punten. Ik mag dus meedoen? Ik zou niet weten waarom niet. Oh. Ja, ik zie u al trappen op uw verloken, zo met een spannend pakje en twee belangrijke punten. Vrije kapitaal aan prijzen, man. Meneer de Koster, Smans. En meneer Waterding is daar. Kom jij ook reclameren misschien? Nee, met mijn ventje. Nee, die komt mij steunen, ja. Ik heb gezegd, Xavier, je gaat mee en je laat u niet doen, hè. Ja, maar... Ja, zwijg nu maar. Je hebt al genoeg gezegd, hè. Oh, meneer de burgemeester, dank u wel. Kom eens, denk ik. En ik dacht dat jij er tegen waart. Ja, natuurlijk ben ik er tegen. Dat Pol er tegen is. Ja, Pol wil gewoon niet dat Carmen zich belachelijk maakt. Oh, schrik om te verliezen van een vrouw, ja. Zeg, Pascal, waar blijven mijn twee hardgekookte eieren die ik bestelde? Mark is er om, Carmen. Zeg, ja. En ik vraag mij af, waarom moet jij nu ineens eieren hebben? Is dat wel zo gezond? Ja, Pascal, ze moet haar lichaam voorbereiden op de harde inspanning, hè. Ja. Ja. Oh, merci dat jij mij zo goed steunt, Joeken. Ja. En daarom, hè, mocht jij van de avond in mijn schoen masseren. Ah, ja. Met masseren? Ik? Goeiedag allemaal. Dag, mevrouw. Wacht eens. Vera? Maurice? Vera, Mauriceke. Wat een toeval. Hoe gaat het? Je ziet er nog altijd schitterend uit. En jij dan? Jij bent nog schoner geworden. Pascalke, breng ons eens iets te drinken. Voor mij, je weet wel. Hè. En voor Vera... Een witte martini. Een witte martini. En? Wat brengt u naar hier? Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Ah. Maar... Maar dat blijft onder ons, hè? Beloofd. Krik-krak. Pascal, ik wil mij daar niet mee moeien, hè, maar ik zou daar niet gerust in zijn, hè? Waar is de tijd dat jij op mij kwam babysitten? Hoe dikwijls heb je niet op mijn schoot gezeten? Om paardje te rijden? Ik wist wat jij graag had, hè? Eerst traag en dan rustig. Ja. We hebben fijne momenten beleefd samen. Dag, Pascal. Maurice, kan ik u spreken? In de keuken? Ja, Pascal, het is even, hè. Nee, nu.
Momentje, Vera, ik ben direct terug. Maar dan Pascal, Vianke! Ik zeg altijd, het zou me niet verwonderen als het daar gaat donderen. Ah, ja. Maurice, wie is die vrouw? Dat is Vera. Ah, Vera. Ja, Veraken. Ah. Oh, je ziet er nog schitterend uit. En jij dan, je bent nog veel schoner. Vera is een vriendin. Ah, een vriendin. En wat voor een vriendin? Een vriendin of een vriendin? Een vriendin van vroeger, oké. Okay. Van veel vroeger? Of... Allee, Maurice, je kunt toch wel wat meer zeggen. Hey? Pascalke, ja? Zijn je jaloers? Ik jaloers? Allee, Maurice. Ik wil gewoon weten met wie dat jij omgaat. En wat zat ze daar in je oor te fluisteren? Dat mag je toch wel weten, hè, Maurice? Je hebt toch geen geheimen voor mij, hè, Maurice? Pascal, ga dan! Ja, ik heb mijn zalm omelet moeten eten, hè. Man, hoe kan een café nu draaien zonder personeel? Eindelijk, zeg. Je was bijna een goede vaste klant kwijt, hè. Oh, nee, maar Pascal, kom. Vierke. Waar is Vera? Ja, die is het afgebold, hè. Ja, wat wil dat als je madame in de steek laat? Ja, wilt je nu iets van weten? Mijn fiets is gestolen. Kom maar, zeg, gestolen? Fooi, zeg. Ja, maar gevraagd, Javi, in wat voor een wereld leven wij toch? Laat dat toch aangeven bij de politie. Ja. Politie? Oh, die houden zich daar niet mee bezig. Oh, nee, Paul, die fiets gaan we nooit meer terugzien, hè. Oh. En nu? Ja, jij kunt niet meedoen, zeker. Oh, nee. Maar Rick, wat Paul niet kunnen meedoen? Oh, nee? Mijn fiets is gestolen? Ah, dat is dan goed nieuws. Wat? Zeg. Kom binnen, Ludo. Maar dat is Ludo Dirksens. Nee, Bertans, joh. Ik blij dat ik u zo in levende lijven zie. Oh, en was je toch schattig met mijn kaalkoppeke? Kom eens hier. Ludo is, van toen hij nog begon, altijd mijn grootste fan geweest. Hè? En dus heb ik aan Ludo gevraagd, wat moet je doen om een koers te winnen? Hè? In conditie zijn natuurlijk. En goed materiaal hebben. Hè. Voilà. En daarom leent Ludo zijn fiets aan Popol. Popol, uw probleem is van de baan. Zeg maar, dat zou ik nu nooit doen. Hè. Dat zo'n professionele fiets uitlenen aan een amateur. Geen probleem, hè. Hier, Paul. Dat is die fiets nog waar ik in rit in de Ronde van Frankrijk mee heb gewonnen. Ja. Zo licht, joh. Had je gedacht? Die is helemaal van karton. Carbon? Ah, ik dacht al, als het regent. Ja, bedankt, hè. Bedankt wie? Uw voorzitter heeft daar weer voor gezorgd, hè. Dus wat zegt u nu, hè? Dank u, Ludo. Waarom bevoordeelt jij alleen Paul? Omdat Paul de enige is die deze koers kan winnen. Oh. God op blaar. Oh ja? Denk jij dat ik dat niet kan? Wat zeg jij, Sjoe? Wat ik denk... Zie je het? En zeg het ook, hè. En ik heb zelfs geen koersfiets. Oh, zeg maar, Carmen, maar ik denk eraan... Ik heb thuis een spiksplinternieuwe occasiefiets staan, hè. Oh. Voor u, voor vriendinnenprijsje. Oh, allee. Oh, merci, Bernard. Ah, wel, ik kan bewijzen dat een vrouw ook de koers kan winnen, hè. Ja. Dan zult je veel doping moeten pakken. Ja. Oh, nooit doen, hè. Want dan word je gecontroleerd. Ah, ja. En als je wint, moet je iedere keer een plasje gaan doen. Oh, ja, plasje. Ook bij de amateurs. Ja, ook bij de amateurs. Ook bij de amateurs. Ja, ook bij de amateurs weten ze wat kevers en wespen wil zeggen. Mm. En gesneden brood. Ja. Mooi, brood. Hallo, met het ministerie van Volksgezondheid. Ja, ik wou een misdrijf aangeven. Ja, doping. Ja, er wordt volgende zondag hier een koers gereden. En nu ben ik toevallig te weten gekomen dat de toekomstige winnaar zichzelf doping zal toedienen. Omdat ik een dood eerlijke mens ben. Ik kan niet tegen bedriegerij. U stuurt een inspecteur? Goed. Mijn naam? Mijn naam is anoniem. A-N-O-O-O-O. Maar jij wordt weer zo goed als nieuw. Is dat Massera? Je bent precies uw handen aan het afvegen. Sjoeke, ik kan heel veel, maar ik ben geen kinesist. Nee, maar 30 jaar geleden wisten we wel hoe dat moest, hè? Ah ja, dan waren uw beentjes ook 30 jaar jonger. Oh, en u? Ik heb de benen van Naomi Campbell. Ja, maar dat is waar, Sjoeke. Alleen,
een klein beetje bleker. Goedenavond, allemaal. Oh. Hé, la, zeg, zie dit wat ik hier heb meegebracht, zeg. Oh, voilà. Zeg, dat ziet er goed uit. Ah. Alleen zo te zien voor de eerste keer is het geen bro. Ah, je weet dat toch. Ja. Zeg, pas op, dat is het beste van het beste. Ja? Allee, Xavier, help mij daar eens op. Wacht. Hop, kom. Is dat zadel niet veel te hoog voor u? Maar dat is niks, dan laten we dat zakken. Ja. Dat staat nu nog op de hoogte van Paul. Idor, Paul Idor. Die heeft daar vroeger nog mee gereden. Ik begin helemaal in vorm te komen. Dat is prachtig, hè. Geweten. Dat alles voor de spotprijs van 1000 euro. 1000 euro? Xavier, help mij eens af. Ja, als hij nieuw was, hè. Ja. Maar jij krijgt deze formidabele fiets aan de helft. Aan de helft van de prijs, hè. 500 euro. 500 euro? Wel, je mag u mijn broek houden. Eerst, 200 en geen frank meer. Man, ik schud hem een broek aan. Ja. Allee, omdat het voor u is. Ja, dat scheelt een pak in uw portefeuille, hè, Xavier. Ja, maar jij wilt toch dat ik win, hè? Ja, natuurlijk, Sjoerd. Ja, ik wist wel dat ik op u kon rekenen, alstublieft. Mark, let jij eens op mijn fiets? Ik kan mijn rugnummer halen. Ah ja, dat is hem weer niet pikken. Zeg, Markske, waar staat de heer buiten te wachten terwijl jij binnen Ludo Dirkses kunt interviewen? Dat is nu toch de kans van uw leven? Ja, maar meneer Van Anke van Paul belooft om op zijn fiets te letten. Allee, ik zal me goed daar nog eens laten zien, hè. Ik zal er wel op letten. Echt? Oh, dank u. Meneer Van Anke, jij bent dus echt een goede mens, hè. Ik weet het, Markske. Ik weet het. Zeven en vijftien. Ja. 13. Allee, hopelijk brengt het u geluk. Ja, dat is hier. En in het café van FC de Kampioenen, beste luisteraars, is het razend druk. En nu op zoek naar Ludo Dirksens. Mark, wat doe jij hier? Ja, een interview. Een interview afnemen, beste Paul. Jij moest op mijn fiets passen? Ja, maar Paul, dat is dik in orde. Fernand let erop. En hij heeft me gezegd dat ik hier Ludo zou kunnen interviewen. De Ludo is hier niet. Goed. Maar dat grapte u bij mijn fiets, hè. Ik vertrouw dat niet. Allee, jij kent Fernand toch? Juist daarom, alleen, kom maar op, zeg. Juist daarom, beste luisteraars, en wij gaan terug over dat... Paul, ja? Nummer 1. Voor onze kampioen. Ja. Ela, waarom krijgt Paul nummer 1? Omdat hij de beste is. Oh, maak jij je potflesje maar verder klaar. Allee, kom, je moet niet beginnen kabeleien, hè. Ik ben een kampioen zijn vrienden. Jij bent de kampioen van de Magamme. Ja. Zo, dat is niet moeilijk. Er rijdt er maar één mee. Ja, pardon, excuseer, hè. Allee, Bieke, kom hier. Geef nummer 1 maar aan Carmen. Oh, dank u wel, ze. Ja. Er moet iemand zijn verstand gebruiken. Ja, hè? Natuurlijk. Ja. Gelijk dat jij wilt, hè, Paul. Ja. Kom, Carmen, nummer 1. Ja, Paul. Nummer 2. Okay. Ja. Ja. Zeg, Paul, ik ben uw drinkbus aan het klaarmaken en niet vergeten, hè. Ik heb al een drinkbus, hè. Ja. Deze is met eikelthee en druivensuiker, dat is veel beter. Ah, ja, dat zijn de schat, hè. Zeg, moet jij mijn drinkbusje niet gaan klaarmaken? Ja, vooruit. Oh, ja, maar dat is ik was dat toch juist van plan. Ja, allez. Ja, maar. Goeiedag. Oh, Verak. Kom maar even bijzitten, kom. Zeg, ik wil mij daar niet mee moeren, hè, maar dat is niet normaal, hè, daar. Carmen, ik weet het. Wat moet ik doen, ja? Je ziet toch dat hij op zoek is naar een vent, hè? Ja, zorg ervoor dat je er een vindt, hè? Ja, een of andere vrijgezel. Een goede middag allemaal. De burgemeester vraagt iedereen aan de start. Ja. Tom, ik wens je natuurlijk het allerbeste. Ja, ja. En u ook natuurlijk. Ja. Maurice? Ja? Balthazar heeft gevraagd of jij de rugnummers nog eens wilt controleren. Ja, de rugnummers moet ik niet controleren. Buiten. Buiten, ja. Ik ben direct terug, Verakke. Ja, direct terug.
Mag ik u even voorstellen? Vera. Dat is Fernand Kostermans, zaakvoerder antiquaire. Ja, ja. En mag ik u iets aanbieden van het huis? Voor Fernand Vieuken, zoals gewoonlijk, ja. En voor Vera? Een witte martini. Voilà, dan laat ik u eventjes kennis maken. Alleen, met uw tweetjes. Dag, Vera. Hallo. Ja. Fernand. Eikelthee. Ja. Veel succes, Carmen. Merci, Ludo. Hier, ga mee. En winnen, hè. Voor de ploeg. En ook een beetje voor mij, hè. Allee, Sjoeke, waar blijf je nu? Of moet ik uitrogen onderweg? Zeg, wat doe jij hier nog? Jij bent toch zijngever? Ja, 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 maar ik moet eerst mijn Sjoeke soigneren. Hier, Sjoeke. Dat zal je energie geven. Ja, Zit daar, schat. Aandacht alsjeblieft, dank je wel, merci. Beste vrienden. En ook vriendin daar. Hartelijk dank namens onze gemeente voor uw medewerking om het samenhorigheidsgevoel van deze, mag ik wel zeggen, parel van Vlaanderen als het ware, te bewerkstelligen. Proficiat. Ivo, Ludo, je mag het startschot geven, ja. Ja, beste luisteraars van Radio Hallo, het is Ludo Dirksens die hier het startschot zal geven van deze wielerwedstrijd. Hij steekt de hand met het pistool in de lucht en... Mijn mama! Ja, 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 madame Vera. Ik ben een grote kampioen, hè. Ik heb al gespeeld op Saint-Quentin en op Barcelona. En altijd prijs, hè. Amai, proficiat. Zeg, je kunt niet geloven hoe goed aan mij dat doet, dat zo'n dame gelijk jij geïnteresseerd is in mijn duiven, hè. Oh, maar ik hou van de duivensport, meneer Kostermans. Zeg maar, Nantje, hè. Voor de vriendinnen, hè. Ja, ja. Wat gaat die spelen aan mijn kop? Binnen een half uur moeten mijn duiven vallen, dan kun je dat zelf iets meemaken, hè. Ja, ja, natuurlijk. Nantje. Zullen we dat maar? Voilà. Dag samen. Dag. Mm-hmm. Nog een prettige dag. Yes! Ja, en op dit ogenblik, beste luisteraar, demareert Paul de Tremery. Meter per meter wint hij wel. Is dit de definitieve ontsnapping? Laten we ons nu even afzakken om te bekijken wat de schade is die Paul met deze demarrage heeft aangericht. Eén renner heeft een gat laten vallen. En zo gezien is het de enige vrouw in deze wielerwedstrijd. Carmen Waterslagers. Wat een boom. Inderdaad, luisteraars, wat een boom. En zal zij dit gat nog kunnen dichtrijden? We gaan proberen om een interview te maken met deze onfortuinlijke atleten. Carmen Waterslagers, problemen? Rustig, hè? Het bellen weg! Godverdomme! Ja, en na deze typische Tom Steels reactie gaan we eens kijken hoe het staat bij de kop van het peloton. En wat zien we? Paul de Tremery heeft zijn voorsprong vergroot. Zal hij deze wedstrijd winnen? Dat vertellen we u later, beste luisteraar. Oh, mijn Paul doet het toch maar weer, hè? Zeg. Voilà, zeg. Mijn Albert Junior is al gevallen, hè? Hey, dat wordt een superprijs, hè? Meneer Pascal, Jurke. Waar is Vera? Ja, die komt nog, hè. Die zit nog op mijn pot, hè. Die is zo verzot op mijn duiven, hè. Man. Zo super wat dan, hè. Ja, Mark Vertongen, om u te melden dat de voorsprong van Paul de Tremery al maar groter wordt. We houden u op de hoogte, beste luisteraar. Allee, proficiat, hè. Zeg maar, ik heb altijd voorspeld dat Paul ging winnen, hè. Ik ken die drinkbus. Ah, ja, die is van Paul. Ja, maar we gaan me toch niet vertellen dat Paul weg is zonder drinkbus? Oh, wees gerust, hij heeft een andere. Nu vul ik deze met dit hier, hè. Ja, maar die was toch gevuld? Ja, maar met wat daarin zat, daar kun je geen koers mee winnen, hè, Fernand? Maar, juist wel. Ja, ik doe ermee aan denken. Ik moet even terug naar het duivenlokaal. Fernand, en uw vieuken? Zet dat maar op de rekening. Van het huis, hè. Hey, sorry. Kom je aflossen. Niks van. Ik sta hier goed. En ik ben niet moe. Allee, Jean-Marie Leblanc! Hey! Ja, als een burgemeester mij zegt dat ik u moet komen aflossen, dan doe ik dat, hè. Hier, kom, dat spiegel uit. Hey!
dat is uw schuld. Paul! Paul! We zijn de brave mensen eens gedienstig, zeg. Bam, bam, bam. Een dagschotel! Klaar, dat had Porto moeten zijn! We hebben hier koffie gevat op een strategische plaats. En ja, wij wachten samen met u op de doortocht van de renners, luisteraar. Intussen staan we hier te midden een Vlaams tuinbouwgebied waar een rijke variatie aan jonge sla stilaan de kop boven de Vlaamse klei uit doet steken. De kweek is nog steeds prima, zeer hoge temperaturen voor de tijd van de sla. En zeker hier op deze asfaltsplitsing, waar tussen een groene weide samen met ons wacht op de doortocht van de renners. Hou de keer uw kop, we zijn er keer bij gedacht. Hoi. Dat is precies waar ik ben. We zijn dus toch goed. Ja, een spectaculaire ontwikkeling hier, beste luisteraars. Carmen Waterslagers heeft niet alleen haar achterstand ingehaald, maar heeft zich nu ook losgerukt uit het peloton en rijdt nu alleen aan de leiding. Carmen, geniet kop kop. Maar blijf! Dag kop kop, ligt bij gedacht. Hallo! Wacht eens even! Hallo! Wacht, stik hem voor, stik hem voor. Dingetje. Stoppen, gezegd meteen. Je moet omdraaien. Ja. Dat kan toch niet? Ik heb een seingever gevolgd. Omdraaien? Dat is verkeerd gereden. Ja, jongens. Stop, omdraaien. Je bent verkeerd gereden. Omdraaien en trikken. Ja, heb je samen nodig, Edse? Ja, we staan nog van de voertdirecteur, dames en heren. Welke renners zal het eerst laten opkomen? Dat kan nog wel een hele tijd duren. Hij zei dat Carmen op kop ligt. Carmen? Ja, maar je kan dat toch niet volhouden? Nantje? Kan ik u na de wedstrijd even spreken in het café? Met veel plezier. Verakke. Yes! En daar komt één renner uit op, dames en heren. Het is een vrouw, het is Carmen. Carmenneke, wat doe je nu? Fantastisch, een vrouw als een winnaar van deze koers. Madre Madonna, we hebben het laatste hier nog niet gezien, hè? Carmen Waterslagers, gefeliciteerd met uw overwinning. Ja, merci, Marks. Wat heb ik u gezegd, hè? Mevrouw Waterslagers, kom voor de ceremonie protocolair. Ja, dank u wel. Ja, en ondertussen begeeft de overwinnaar zich naar het podium. En intussen heeft het peloton zich gemeld. En daar is het peloton, beste sportiefhebbers. En nog een ontsnapping op het laatste moment. Of is het een broekspreker? Dit is nummer 2. Volgende televisie. En ja, wel duidelijk ontgoocheling bij de Tremelie, terwijl de rest aankomt voor de sprint voor de derde plaats. En wie had het? En dat is Belgisch kampioen Roger Hoff. Ludoke, dank u. Je ziet dat een vrouw dat ook kan, hè? Proficiat en een fles champagne van de gemeente. Oh, dank u. En om het niet te vergeten, een chèque van 1000 euro. Oh, dank u. Kom hier, meneer de Burger. Dat zijn twee goeie punten, hè? Ja. Mevrouw Waterslagers? Mevrouw Waterslagers? Ja. Proficiat. Dank u. Maar wilt u nu even meekomen voor een plasje? Een plasje? Waar bemoeide jij mee? Vera van Broekhoven, dopingcontroleur van het ministerie. Ah, bestaat dat dan echt? Rap dan even, want ik kan dat hier niet meer houden. Madame Carmen, ik wil wel een deel van de winst, omdat jij met mij een fiets gewonnen hebt. Dat verstaat je toch, hè? Ah, wel, je krijgt een deel van de winst. Man. En leven ons Carmen, en ze mag verder zijn. Leven ons Carmen, en ze mag verder zijn. Zoeken! Dank u. Gezien het bolletje dat de vrouw op de koers kan winnen, hè? Ja, dat
ze de mannen de verkeerde kant uitsturen. Ja, ik leef, moet je uw weg kennen, hè? Goeiedag allemaal. Vera, ik zal direct voor u en Fernand een tafeltje vrijmaken. Het is wel een goeietje, hè, die Fernand. Dank u wel, Pascalke, maar Fernand is mijn typet. Geef mij dan maar iemand als Maurice. Maar ja, hij is niet vrij, hè. En daarbij, ik heb al een vriend. Een vriend? Maurice, Vera heeft een vriend. Dat weet ik. Ze vertrouwt me alle geheimen toe. Dat was al zo toen ik haar babysit was, hè. Waart jij van Vera? Oh, sorry. En ik dacht dat... Oh, Maurice, ja, dat is wel een foutje van mij. Ja. Maar je had mij wel iets kunnen zeggen, hè. Beste mensen, even uw aandacht. Ja, kom. Ik had het tot nog toe alleen aan Maurice verteld. Maar onze dienst kreeg een anoniem telefoontje om te vragen hier een dopingcontrole uit te voeren. Oh, anoniem! Foei, 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 wie doet er nu zoiets af? Wel, ik kan u meedelen dat de winnaar, Carmen Waterslagers, negatief bevonden is. Ja! Positief dan. Alhoewel, ze had wel 0,2 alcoholpromille in haar bloed. Dat is met uw dag schoten, hè? Ja, Sjoeke. Zij blij dat het geen busporto was. Maar dat was natuurlijk niet de echte reden waarom het ministerie mij naar hier heeft gestuurd. Er werd allang vermoed dat er werd geknoeid in de streek. Met name dat duiven doping kregen. Wacht, blijf vanuit. Het wordt juist interessant. Het gaat over... Kieken. Nee, duiven. Nou, Vera, dat is hier dus een echte duivenliefhebber, hè? Ja, dat weet ik. Ik heb zijn winnende duif onderzocht en die is positief bevonden. Dat kan niet. Ik ben gevliegd. Ja. Misschien zat er iets in dat geel flesje. Houd uw mond en onze. En dus wordt Fernand geschrapt en moet hij een fikse boete betalen. Maar dat is niet eerlijk. Dat is dan opgelost. Beste vrienden. Toch ben ik blij, nietwaar, dat het geld in de handen van de kampioenen blijft. Ja. Nee. Jij had een afspraak met Paul en ik doe met mijn geld wat ik wil. Ja. En ik ga mij een zonnebank kopen. Carmen, dat kun je niet doen. Nee, dat is een bubbelbad, hè. Zonder dat geld zitten de kampioenen in de problemen? Ja, Carmen, alsjeblieft, hè. Please. Op één voorwaarde, als je mij nazegt. Carmen. Jij bent de beste. Jij bent de beste. Wat lief? Ja, dat heb ik niet verstaan. Jij bent de beste. Ah, ja, allee. Dan. Hier is uw chèque. Sorry. Je dacht toch niet dat ik de kampioenen in de steek zou laten? Nee. Maar die fiets, de... ja, dat is mijn fiets. Maar ja, die is gewoon overschilderd. Ja, goed. Fernand, hier. Maar ik weet van niks, hè. Nee. Moest ik daar 200 euro voor betalen? Jij geeft dat geld terug, hè. Ja. En je gaat mij schadevergoeding betalen om die lelijke kleur eraf te krijgen. Zeg, en ik heb nog een rekening staan van 6 vjeukens. En je krijgt een proces om het verkeer in de war te sturen. Meneer Fernand, foei, foei, foei. Man, miserie. Miserie.